Hallo whisky-liefhebbers, Jock van Scotch & Folk. Met vanavond een verhaal over twee Nederlandse whiskies. En de twee Nederlandse whiskies in dit geval is de uit Friesland afkomstig Frieshinder. Met een fantastisch mooi zilverkleurige paardenhoofd bovenop de dop. En ik zeg met name paardenhoofd, want een paard is een edel dier. En ik wil de paardenliefhebbers niet voor de kop stoten. Dus een paardenhoofd op de kopse kant van de Frieshinder uit Friesland. Gedestilleerd door de brouwerij Usheid in Friesland. En daarnaast de andere bekende Nederlandse whisky. Het zijn niet de enige twee Nederlandse whiskies, er is nog één. Maar het zijn de meest bekende. De volgende in een mooie geschenkverpakking van hout van de firma Zuidam uit Baarle-Nassau. Bekend van de korenwijn en de jenevers. Uitstekende producten op gebied van korenwijn en jenever. Of dat ook zo is met whisky, daar zullen we zo meteen even wat van met elkaar over hebben. Om te beginnen de Frieshinder. Een mooie fles. Je krijgt hem gewoon zo in de fles. Met inderdaad een verzilverd metaal. Achtige dop met een Friese paardenhoofd. Een afbeelding van het Friese paard op de label. En ik vind dat het een verdachte kleur heeft. Dames en heren, met verdacht bedoel ik, het is 3 jaar oud. Deze whisky. En uit goed ingelichte bronnen op het whiskyforum. Van het whiskyforum.nl. Heb ik vernomen dat ze geen plannen hebben om een ouder whisky uit te brengen dan de huidige 3 jaar. Nederland heeft geen regelgeving ten aanzien van single malt whisky. Zoals in Schotland door de SWA, Scotch Whisky Association, is minimaal 3 jaar en 1 dag op vat gerijpt te hebben. Maar in dit geval hebben we een 3 jaar oud single malt. Het zou in Schotland, in principe als het in Schotland was gedestilleerd, voldoen. En daar staat dat het een Oloroso sherryvat heeft gelegen. En dat de mashman zijn naam Aart is, staat erop ook. Zoals ik zei, het is 3 jaar oud en het is 40% alcohol wat erin staat, in zit. En ik zal het even voor jullie inschenken en proeven en wat over vertellen. Ik schenk het nu in deze Glencairn glas. En ik laat het even, want ik kom hierop terug, dames en heren. Want ik wil de whisky laten ontwikkelen in het glas. Ik wil nu gaan naar de Zuidam. Zuidam, met Zuidam bedoel ik de destillateur uit Baarle-Nassau. En dan zie je, zoals ik zei, een heel mooi houten kist. Komt het in een mooie presentatie met een koperen sluiting. Als je hem open doet, zit er echt een mooi organisch vormige fles. Met een boekje erin met wat informatie. Fles is ook heel mooi. Millstone, een 8 jaar oud single malt. Er staat in het boekje binnenin dat het 8 jaar dat het gerijpt is op nieuw eik. Nieuw eikenhout uit de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb met Gilbert Zuidam gesproken op de Whisky Festival in Leiden. En hij verzekerde mij dat het American Oak is. Die verbouwd is, de eiken, aan de noordkant van de Ozarkgebergte. En nou, voor degenen onder jullie die zich afvragen waarom dat belangrijk is. De noordkant van de Ozarkgebergte krijgt minder zon, omdat het aan de noordkant is, die helling. Dat veroorzaakt dat de bomen rechtop groeien. En kuipers vinden dat heel erg prettig. Want ze kunnen dan rechte planken zagen en mooie duigen maken voor de vaten. En ik schenk nu ook een klein beetje van Millstone. 8 jaar... American Oak, maar ook met Oloroso. Er zit New American Oak en ook nog naast de New American Oak zit er ook First Refill Bourbon, waar het in gerijpt is.
en ook nog sherry. De verhouding weet ik niet, maar ik weet wel dat de mashproces, maisproces van het maken van het beslag, om voordat ze gaan stoken, vrij lang duurt. En ook nog op een vrij laag temperatuur wordt vergist in een giskuip. Ik heb het vermoeden dat het, niet alleen heb ik het vermoeden, ik heb het ook gelezen in een boekje, dus het is makkelijk te vermoeden als je het leest, dat, het is, dat je een wat fruitiger spirit hiervan krijgt. Ze hebben ook nog hele kleine stills. Dit is geen replica wat ik hier heb van een stil van Zuidam, maar het, hier daar lijkt het op. En de stils zijn heel kleine ketels en dat maakt dat je een vrij zware spirit krijgt. Niet zo licht zoals je kent van Glenmorangie bijvoorbeeld. Ik ga nu terug naar Friesland. We gaan weer naar het noorden vanuit het zuiden van Brabant. Weer terug naar het verre noorden van Nederland, Friesland. De Usheid brouwerij, excuses. Die dat whisky maken die heel donker is, te donker voor een 3 jaar oud whisky, die mij doet vermoeden dat het vergeven is van de karamelkleurstof. En ik heb het een tijdje laten liggen in het glas. Ja. De reden dat ik het wat langer liet liggen was dat het... ik ken het en het is, heeft een hele behoorlijke geur van echt alcohol in zich. En ik wil het voor jullie proeven zonder water. Ja, oké. Okay. Beetje water in. Ja, iets meer zelfs. Ik denk dat die behoorlijk wat water kan hebben. Nou, niet een whisky om over naar huis te schrijven. Zeker niet voor de prijs €39. De consumentenprijs van dit whisky is €39 voor een 3 jaar oud whisky. Maar dan support je wel je Nederlandse whiskystokers. Ik neem nu wat water om mijn mond goed te spoelen. Want ik ga nu naar de Millstone. En hier hebben we wel echt wat ander koek. Met Millstone. Het is delicaat. Het is echt zacht. Nou heb ik een hekel aan het woord zacht. Maar ik gebruik het voor degene onder jullie die de termen niet goed kennen. Delicaat. Echt dus in de neus honing. Honing in de neus en in de mond hebben we het. Het is redelijk zoet en een moutig, een beetje kokos. Terwijl in de Friese whisky van Usheid, oftewel van Frieskinder, heb je wat meer boerenjongens en echt dat alcoholsmaak nog. De Millstone van de firma Zuidam kost €49. Dus je hebt €50 ongeveer en €40 voor vrij jonge whiskies. Of u dat ervoor over hebben, moet u zelf uitmaken. Ik vind persoonlijk van de firma Zuidam de lekkerste van de twee. Ik vind het een heel verdienstelijke whisky. Het is inderdaad wat ze zelf zeggen. Het is fruitig en heel toegankelijk. Met honingaccenten en een lichte afdronk van kokos. En dus wat aards, mineraalrijk. Terwijl, ik heb hier veel over te zeggen over dit Zuidam whisky van Millstone. En over de Friese whisky van Usheid, de Frieskinder, heb ik minder te zeggen. Ik zeg het liefst positieve dingen. Maar helaas kan ik niet veel positiefs zeggen over Frieskinder. En ik, als je nou kijkt en je werkt bij Frieskinder, dan hoop ik van harte
dat jullie echt van plan zijn om je whisky wat langer te laten rijpen. En nou, ik wens jullie Nederlandse whiskystokers het allerbeste. En misschien tot ziens op een van de festivals. En voor degenen die nu kijken, zeg ik slantje waar.